1. Wat een enthousiasme weer. Jongens, we zijn live vanaf de start van de Nijmeegse Vierdaagse. 3, 2, 1. Yeah. Nou, wat een enthousiasme. Iedereen heeft natuurlijk heerlijk geslapen vanochtend. Ja. Yeah. Maar, nou ja, kijk, hier staat iedereen voor de 30 kilometer. Staat hier klaar vanochtend. Zijn al de 40 en de 50 kilometer gestart. En om 7:15 gaan we hier, door het poortje gaan we deze kant op. Richting de brug Lent en Elst. En hebben we er zin in? Dat is eigenlijk de vraag. Ik ga hier eventjes zitten. Zo, hallo. Wat is jouw naam? Lars. Kom eventjes erbij, Lars. Ja. Want dan kunnen we je goed horen namelijk. Heb je er een beetje zin in? Ja. En heb je een beetje geslapen? Wel, maar met heel veel muggen. Heel veel muggen? Ja. Oké. En hoe voel je je nu? Want dit is het moment, hè? Ik voel me wel een beetje zenuwachtig. Een beetje zenuwachtig. En waar voel je dat dan aan? Een beetje, ja. Ik weet niet. Gewoon een beetje zenuwachtig? Ja. Oké? Zo, dan gaan we hier eventjes, we schuiven even door. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met jouw slaap? Goed. Ja? Ja. Heb je wel een beetje geslapen vannacht? Ja. Oké. En wat verwacht jij ervan vandaag? Dat het gezellig en leuk is. Een gezellige en leuke dag. Nou, dan gaan we hier naar Elroy. Elroy, goedemorgen. Hi. Hoe voel jij je? Heel blij. Heel blij? Ik zie het aan je. En hoe vind je dan dat het nu echt zover is? Heel leuk. Ja? Is het nou een beetje wat je verwacht had of toch anders eigenlijk? Had het drukker verwacht. Drukker verwacht? Vind je dit nog niet druk genoeg dan? Jawel, maar ik had nog te drukker verwacht. Nog drukker verwacht. Hey, en heb jij een beetje geslapen vannacht? Ja. Echt waar? Oké, heel goed. Was je niet wakker van de zenuwen en zo allemaal? Nee. Nee? Oké. En heb je nog een beetje zorgen of gaat het gewoon allemaal goed komen? Nou, ik heb geen zorgen. Geen zorgen? Oké. Nou, heel goed. Zo gaat dat hier dus. Live vanaf de start van de Nijmeegse Vierdaagse, de 30 kilometer. Kijk, we staan hier met alle kinderen, de jonge 100. En daar staan alle grote mensen en zo allemaal te dringen en te wachten om te gaan starten. Grote drukte in Nijmegen. Er zijn volgens mij 54.000 mensen hebben zich ingeschreven. En volgens mij zijn er 48.000 mensen gestart. Wat gaat er gebeuren? Wat is er, Bea? Wat zeg je? Pokémon. Wie gaat er Pokémon zoeken? Ja, we hebben toch aardig wat Pokémon zoeken ertussen. Ik ben geen Pokémon. Is daar een Pokémon? Oh, echt waar. Ze zijn echt serieus. Bea, wacht. Laat even zien. Ik ga de tafels over. Heb jij de Pokémon? Even kijken waar de Pokémon zijn. We gaan nu live Pokémon zoeken bij de start. Wat hebben we hier? Alleen duurt lang, want mijn moeder heeft 4G. Duurt lang, want de moeder heeft 4G. Oh, die moeders altijd. Zo. We staan hier op een tafel trouwens. Wij mogen dat. Zo, hier hebben we Pokémon. Voor degenen die nog nooit Pokémon gezien hebben. Dit is Pokémon. Eentje. Oké, en wat gaat er nu gebeuren dan? Hij gaat nu laden. Hij gaat nu laden? Oké. Als jullie thuis vragen hebben trouwens, je mag gewoon vragen stellen. Dat kan gewoon. Live aan de kinderen van de Nijmeegse Vierdaagse, de jonge 100. En alle vragen zijn natuurlijk welkom. Ik zal bij de volgende live vlog, we gaan straks om 9 uur, gaan we nog een keer live. Dan zal ik mijn microfoontje opdoen, want dan kunnen jullie mij beter horen. Dus dat is ook fijn. Wat hebben we? Wacht. Laat zien. Kan je omdraaien? Dat doen we even zo. Hè? Sta ik in de weg? Oh, ik sta in de weg nu natuurlijk. Zo, we zijn aan Pokémon, hè? Is dat een Pokémon? Waar? Nee, dat is geen Pokémon. Dit is een mens. Nee, hij is geen Pokémon. Oké, waar is die? Oké, ik doe wel gewoon niet. Zo, maar dit is niet live, zeg maar. Nee. Dit is het spelletje. Oké. Pokémonnen, gaan we onderweg Pokémonnen? Tuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Er staat een waarschuwing dat je niet mag Pokémonnen, hè, onderweg. Heb je dat op Facebook? Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk. Nou goed, gaat vast helemaal goed komen. Hey, hebben we nog meer te vertellen, jongens? Voor nu niet. Hebben we er allemaal zin in? Ja! Zijn we er allemaal klaar voor? Ja! Nou, het klinkt nog niet heel enthousiast. Volgens mij moet iedereen nog een beetje wakker worden. Maar het gaat vast en zeker helemaal goed komen. Straks om 9 uur zijn we weer live. En als het goed is zijn we dan de brug over en wandelen we in Elst. Tot straks.